Zondagmiddag brak in Wijchen een persleiding in de riolering. De breuk ontstond in de afvoerpijp die de inhoud van het riool naar Weurt transporteert. Op de Vijverlaan aan de Oosterweg wordt rioolwater afgepompt. De rioolinhoud wordt met tankwagens afgevoerd naar Weurt. Dit om te voorkomen dat het riool gaat overlopen. Naar verwachting is het bovengronds vervoeren van het rioolwater nog nodig tot dinsdagmiddag. Het meisjesteam van basisschool De Lanterne uit de Nijmeegse wijk Hees heeft vrijdag het schoolvoetbaltoernooi Gelderland-Zuid gewonnen. De meisjes wonnen in de finale met 4-1 van het team van De Akker. De finale van de jongensteams gingen tussen de brede school Hatert en de Dukedonk. En die wedstrijd eindigde in 4-2 in het voordeel van de school uit Hatert. Op 10 mei wordt het toernooi voortgezet op het terrein van voetbalclub SCE. Nee en nogmaals nee. En Erdogan is scheisse, stond er op de borden te lezen bij een Turkse demonstratie afgelopen zaterdag op een stationsplein. 75 mensen van Turkse en Koerdische afkomst lieten hun afkeer van de Turkse president Erdogan en zijn referendum zien. Daarmee werd bepaald dat de president meer macht naar zich toe mag trekken. De demonstranten menen dat het referendum niet eerlijk is verlopen. Tijdens de demonstratie waren er toespraken waarna men een rondje door de binnenstad maakte.